Maar Jan, ik sta hier even omdat het coronafonds is ontstaan in de gemeente Romond. Maar waar komt nou precies die 5 miljoen vandaan? Nou, dat zal ik je uitleggen. Het coronafonds hebben we, die 5 miljoen hebben we samengebracht uit drie posten. Eén post, dat is de, zijn de bestemmingsreserves. Dus er zijn best wel veel potjes met allerlei reserves. Die gewoon een aantal jaren daar al staan en niet zijn opgemaakt. Dus daar hebben we heel kritisch uh, naar gekeken. Ja, Sommigen zitten daar gewoon nog de bestemming op. Laat ik een voorbeeld noemen: op de Participatiewet hebben we middelen gekregen in een reserve. Maar daar weten we van dat we die de komende jaren nog moeten uitgeven. Dus daar mogen we niet aan. Maar zo zijn er ook potjes waar geld in blijft zitten als een project bijvoorbeeld is afgerond. Nou, daar hebben we heel kritisch naar gekeken en we hebben gezegd, daar kunnen we 1 miljoen uit vrijmaken. Als we kijken naar de crisis en we moeten kiezen waar moet dat geld nu vandaan komen, is dat verantwoord dat we een aantal reserves weghalen en dat we daar 1 miljoen eh, voor reserveren. Dat is één potje. Dan hebben we een, een potje, dat is de jaarrekening. En het eind van elk jaar, ja, dat weet je, wordt de balans opgemaakt en er wordt gekeken wat heb je begroot dus wat heb je gepland aan het begin van het jaar om uit te geven. En aan het eind van het jaar ga je kijken, uh, klopt dat? Of heb je te weinig? Of heb je te veel? En de verwachting is, volgende week gaat de Raad dat, uh, dat vaststellen, de verwachting is dat uh, het resultaat van de jaarrekening dusdanig is dat we daar geld overhouden. En daarom hebben we gezegd, dan vinden we het verantwoord ook om van dat overschot 1 miljoen uh, te nemen om de crisis te beslechten. Dus dat zijn al 2 miljoen. Blijf over 3 miljoen. En die 3 miljoen die hebben we gehaald uit de reserve Sociaal Domein. En je weet, en daar ben ik nog steeds heel erg blij om, dat de Raad al in 2013 heeft gezegd: Van Nou, we voorzien uh, een, een hoop ellende binnen dat uh, sociaal domein. We moeten een spaarpotje vormen. Dat hebben we gevormd. Uiteindelijk is dat in 2015 is dat, is dat, uh, begonnen. En we hebben met de provincie ook afgesproken dat we daar uh, voorlopig drie jaar. ...nog incidentele middelen uit mogen halen om de tekorten op dat sociale domein uh, bij te passen. Um, maar we doen het eigenlijk best wel, uh, best wel goed. En dat betekent dat, ik heb overleg gehad met, uh, met de afdeling... Uh, ...dat die reservepot is op dit moment zo groot dat wij het verantwoord vinden om daar 3 miljoen uit te halen. En waarom vinden we dat verantwoord? Dat vind ik nog belangrijk om aan toe te voegen, omdat de grootste klappen in, in Romont en bij deze gemeente uiteindelijk terechtkomen in dat sociale domein. En wat bedoel ik daarmee? Iedereen heeft het over de gezondheidscrisis, die nu een, ook een economische crisis is. Nou, daar zijn we het allemaal over eens. Maar die aanvragen die die ondernemers doen, de TOZO bijvoorbeeld, of strakjes mensen die geen baan meer hebben en die drie maanden bij de UBV een uitkering hebben gehad, die kloppen daarna aan bij bijstand. Uh, er wordt gezegd dat de schulden zullen toenemen, armoede zal toenemen. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal zaken die wij uh, moeten gaan opvangen zo snel als mogelijk binnen dat sociale domein. En dat is de reden waarom we zeggen dat we vinden dat verantwoord om op die manier die 5 miljoen samen te, te brengen. Goed, nu gaan we die 5 miljoen verdelen. Dat is al een uh, gedeelte bestemd, heb ik begrepen. Een ja. uh, ander gedeelte is, is, uh, nog, moet nog ingevuld gaan worden. Ja. Dat gaat het college zelf doen, heb ik begrepen. Nou, ik wil dat wel graag uitleggen. Ja. Ja, ook daar zijn, zijn drie delen. Dat is, dat is toeval. We hebben gezegd, er is één, dat is het fonds. Uh, daar zit 1,9 miljoen in en er kunnen mensen die, de organisaties zeg ik dan vooral, uh, uh, die zeggen van als gevolg van corona zijn we nu in acute nood, die kunnen een aanvraag indienen. En uh, daar hebben we een aantal criteria, uh, die zijn in die verordening vastgesteld. Uh, bijvoorbeeld, je moet echt in acute nood noodverkeer, het moet een gevolg zijn van corona, uh, het moet niet zo zijn dat je al uh, voor die tijd dreigt de failliet te gaan, want uh, uh, ja, dat telt in elk geval niet mee. Maar dat is eigenlijk het fonds waar de mensen rechtstreeks een verzoek kunnen indienen. En we gaan uh, volgende week nog precies communiceren van hoe dat mensen daar precies die aandacht kunnen doen. Daar zijn we nu. Ja, dan hebben we nog twee andere posten. Want daar, daar vroeg je naar. Ja? De, de eerste noemen we de anderhalve meter samenleving. Daar gaan we alles van faciliteren wat nodig is om de stad overeind te houden. En de makkelijkste voorbeelden zijn dan het uitbreiden van de terrassen. En daar geen precario heffen. Het inrichten van de stad, hoe mensen moeten lopen. Maar je zou bijvoorbeeld ook kunnen denken aan, om een ander voorbeeld te noemen, aan bijvoorbeeld kindervakantiewerk. Kindervakantiewerk, dat is iets heel erg belangrijks in deze stad, zeker voor mensen met kinderen die het uh, niet zo breed hebben. Uh, dus dat willen we graag overeind houden. Nou, als er nu kindervakantiewerk uh, is, wat zegt, ja, maar met deze regels en die anderhalve meter samenleving uh, is het voor ons zo complex, dat krijgen we op een normale manier niet gerund... Willen wij heel graag meedenken over hoe dat wel kan en uh, op die manier ook ondersteunen. Maar dan verwachten we wel dat die verenigingen zelf met de vraag komen en het liefst ook met de ideeën komen. Dus dat is daar een voorbeeld van. En dan hebben we nog de laatste. Uh, dat zijn die inkomstendermingen van gemeenten zelf. Er wordt uh, een beetje gesuggereerd door deze en dat we daar onze eigen kas weer mee spekken. Nou, niks is minder waar. Laat ik een voorbeeld noemen. We hebben de discussie gevoerd in college: het zwembad. Het zwembad was natuurlijk nog leeg. En in die anderhalve meter samenleving uh, moet je afvragen: ga je dat grote bad vullen, want dat kost groot geld. En als je weet dat je niet of nauwelijks bezoekers krijgt in het zwembad, dan moet je dus die afweging maken. Wij hebben gezegd dat het zwembad gaat vol, want ook dat is belangrijk voor mensen en kinderen met niet zo'n brede beurs. Dus uh, die moeten in de zomer kunnen zwemmen. Daar hebben we een enorme uh, verliespost qua inkomsten. Nou, dat zijn voorbeelden uh, waarvoor we dat miljoen uh, gereserveerd hebben. Nu even naar een, misschien wel een, een lichtpuntje aan de horizon. Ik heb begrepen dat het Rijk goed is aan het kijken hoe ze gemeentes kunnen ondersteunen ja. voor de extra kosten die ze hebben. Ja. Geeft dat uh, jullie straks wat meer lucht om wat meer te kunnen doen? Ja. Kijk, het allermooiste zou zijn. Als het Rijk doet wat ze in het begin zeiden, dat ze zeiden alle meerkosten met betrekking tot corona gaan wij compenseren. Dat, dat was de eerste uitspraak. is natuurlijk een hele algemene uitspraak. En ook uh, het kabinet wist nog niet van wat de gevolgen zijn. Ik bedoel, die wisten ook nog niet wat ze allemaal gingen tegenkomen. Inmiddels hebben ze al heel wat toezeggingen gedaan. En op landelijk niveau zijn er ook al een aantal bedragen uh, bekend... Maar we weten nog niet wat de verdeelsleutel is. Dus met andere woorden, we weten nog niet wat Remond gaat krijgen aan de tegemoetkoming. Uh, maar alles wat we van het Rijk krijgen, hoeven we natuurlijk niet zelf uit te geven. Het allermooiste zou zijn dat we helemaal niks hoeven uit te geven. Dat we strakjes zeggen, de stad staat overeind en de hele samenleving draait weer. En de 5 miljoen zit nog in het potje. Dat zou helemaal mooi zijn. Maar eigenlijk verwacht ik dat niet.